Kaylin de Nijs, we zijn hier vandaag in Sinaï. Jullie mochten met Sinaï de leider ontvangen, Borsbeke. Was dat een moeilijke wedstrijd voor jullie? We hadden het wel een beetje overschat, ja. Maar het was ook niet simpel. We hebben er ook voor gewerkt. Ja. Dus ja. Ja. Uiteindelijk, op het einde is het 1-6. Jullie scoren opnieuw thuis. Jullie hebben dat dit seizoen elke keer gedaan, hè, dacht ik. Ja, thuis scoren is... voelt ook wel beter aan, omdat dat dan, je kent je plein al en zo, als je traint, dan ja. Ja. Jij bent een van de jongeren bij deze club. Sinaï is daarvoor gekend. Hoe voelt dat aan om te mogen meteen in die A-ploeg te gaan spelen? Dat is voor mij en ik denk voor iedereen dat eigenlijk jonger is, echt een eer dat we al in die hogere ploegen mogen spelen. Ja. En dan ja, voel je wel speciaal en zo. Ja. Jij bent ook kapitein. Sabrina Broos speelt hier ook, vroeger Rode Duivelin of Red Flame tegenwoordig. Hoe belangrijk is zij in deze ploeg? Zonder Sabrina is er wel zo, is het minder sterk in het middenveld. En we hebben haar ook wel nodig voor het overzicht en zo wat coachen en zo. Ja. Is zij ook wel heel belangrijk daarvoor. Zij zorgt voor ervaring, hè, in de ploeg? Ja, zeker. Ja. En wat hopen jullie nu voor de volgende weken? Want jullie staan onderaan in die rangschikking. Wat is de doelstelling? Deze matchen waren moeilijk. Volgende week wordt ook nog een moeilijke, maar daarna zou het vlotter moeten gaan. En we zijn al zeker geëvolueerd in een ploeg, dus nu gaat het wel beter moeten gaan. En ik hoop dat we nog wat hoger kunnen geraken in de rangschikking. Ja, en het belangrijkste is dat jullie met die jongeren kunnen spelen allemaal, hè? Ja, zeker. Oké, ik dank je en veel succes voor de toekomst. Dank u wel.